visualisatie en meditatie, dat is dat we in feite iets doen met afleidingen. We hebben allemaal wel eens dat we afgeleid zijn in meditatie. En hoe ga je daar dan mee om? Nou, één manier om daarmee om te gaan is zeg, dat je één gedachte, als het ware, ervoor in de plaats stelt. Dus je gaat van, het idee is dat je eigenlijk van heel veel gedachten naar één gedachte gaat. En van één gedachte uiteindelijk naar geen gedachte. Nu heb ik vaak gezegd dat in meditatie het niet de bedoeling is dat we onze gedachten gaan uitbannen. Maar het is uiteindelijk wel een bijeffect van meditatie dat we minder, dat we in staat zijn om onze gedachten minder een vat op ons hebben. En daardoor minder worden. Minder als we dat willen, hè. Maar we hebben natuurlijk heel veel momenten in ons leven dat we wel willen denken en wel onze gedachten nodig hebben. Dat is wat anders. Normaal gesproken worden mensen op twee manieren afgeleid in meditatie. Door beelden en geluiden. Geuren en zo komen wat minder voor. Kan natuurlijk ook wel, maar in het algemeen zijn beelden en geluiden de hoofdmoot van de afleidingen. En ja, in feite is door visualisatie van een beeld, van één beeld dus, zorg je dus voor dat je niet afgeleid wordt door andere beelden. En door de visualisatie van een mantra, of je zou kunnen zeggen het inbeelden van een mantra, word je dus niet door geluiden afgeleid. Dus dat zijn eigenlijk de twee aspecten van meditatie. Die je kunt ja, leren onder de knie te krijgen. En dan daarmee zijn het eigenlijk soort van tools die je niet per se hoeft te gebruiken, maar die de meditatie wel eventueel makkelijker zou kunnen maken. Nou, hoe visualiseer je een beeld? Ik vergelijk het zelf wel met de autofocusfunctie van de moderne camera die we tegenwoordig op onze telefoon vaak hebben. He, als je met je telefoon een foto maakt en je gaat de hele tijd op en neer met je telefoon, dan krijg je nooit een scherp beeld. Maar als je je telefoon stilhoudt en je maakt een foto, dan krijg je een mooi scherp beeld. Op dezelfde manier is het met visualiseren. Als we ons iets herinneren in het midden van onszelf, bijvoorbeeld een zonnetje of een maantje of een sterretje, dan is dat niet heel duidelijk. Het is zodat onze herinneringen en ons inbeeldingsvermogen is over het algemeen een beetje wazig. Het is soms zelfs iemand hebben ontmoet een keer en we weten nu ineens niet meer of die eigenlijk wel een bril had of niet. Of een snor of niet. Dat zijn van die dingen die we soms niet eens kunnen herinneren. Dus dat wil zeggen dat de beelden in onze gedachten, in ons geheugen niet altijd heel duidelijk zijn. Zelfs een zon, wat je toch regelmatig ziet, we zien een zon in de hemel staan, die is niet altijd heel duidelijk in onze herinnering. Dus als we een zon inbeelden in onszelf, of een ander soort van lichtbron, dan kan het zijn dat het een schim is, of het kan zijn dat het niet heel duidelijk is. Maar net als een autofocuscamera uiteindelijk steeds duidelijker wordt, zodra je de camera of de telefoon stilhoudt, net zo ook als we rustiger worden, wordt de herinnering, wordt het beeld dat we ons herinneren ook duidelijker. Dus we zitten gewoon heel rustig en kalmpjes in de meditatie en uiteindelijk zien we dat de zon geleidelijk aan uitkristalliseert. Je kunt om dat proces te stimuleren in het begin, kun je ook zeggen van nou in het begin hebben we soms wat moeite met het inbeelden van een beeld, begin je met een gevoel. Dit is een tip van Lompa Damachio, onze leraar en de abt in Thailand. Hij zegt wel eens, stel je voor dat er iemand naast je zit of achter je. Dan heb je vaak ook een gevoel van, hé, er zit iemand naast me of achter me, ook al zie je die persoon niet met je ogen. Nou, en dat gevoel van, er is een zon in me, of er is een maan in me, dat kun je ook als begin gebruiken. Dus als het ware een soort gevoelsvisualisatie.
En uiteindelijk vertaalt dat zich geleidelijk aan steeds meer in een beeld. Nou, om een lang verhaal kort te maken, het is intuïtief en het is geleidelijk. Dan hebben we de mantra. Nou, een aantal van jullie hebben... Wie was dat? Nou ja, het was een van de deelnemers die had gezegd dat ik de mantra iets te weinig gebruik. Het is inderdaad zo dat ik de mantra niet zoveel gebruik in de visualisatie, in de meditatiebegeleiding. De mantra is wel iets wat je kunt gebruiken en het is voor sommige mensen is het een heel goede manier. Vooral mensen die veel zijn afgeleid door geluiden, mensen die vaak naar muziek luisteren, mensen die vaak allerlei liedjes in hun hoofd hebben zitten, of mensen die de gewoonte hebben om conversaties te herhalen in hun hoofd. Dan is een mantra kan soms heel fijn zijn. Niet dat we nu in één keer alle gedachten wegdrukken. Het is meer dat we gewoon telkens zegt dat je hier heel veel gedachten om je heen hebt, hè? Allemaal geluiden. Dan zeg je gewoon, hey, ik ga naar die mantra. Ik ga naar die mantra. En die andere, die hoef je niet weg te drukken. Maar die gaan geleidelijk steeds meer naar de achtergrond. Omdat je telkens naar die mantra gaat. En het is een belangrijk onderdeel van het gebruik van de mantra is dus dat je voorstelt dat het geluid van het midden komt. Hè? Dus normaal gesproken als we ons een bepaald geluid herinneren, dan hebben we nog wel eens de neiging dat we denken dat het uit ons mond komt, uit ons hoofd. Ja. Nou, hoe het ook zij, je herhaalt de mantra continu en je stelt je dus telkens voor dat de mantra uit het midden van jezelf komt. De mantra die we gebruiken meestal is Samma Arahang. Samma betekent juist of volkomen. En Arahang betekent verlicht of volledig helder van geest. In de Nederlandse meditatiebegeleiding wordt soms ook wel helder en licht of licht en helder gebruikt. Dat komt ook wel voor. Maar... in de ervaring van mij en ook van Andy is dat de meeste mensen Samarahang veel fijner vinden. Vinden het fijn om een mantra te gebruiken, zelfs al is het een vreemde taal. Oh ja, Samarahang, welke taal is dat? Misschien weten een aantal van jullie dat niet. Dat is Pali. Pali is een oude Indiase taal. Dus we herhalen die mantra, Samarahang. En na een tijdje, dan merken we, nou, het is wel goed geweest. En dan laten we de mantra weer achter. Dan gaan we er niet mee verder. Dus de mantra gebruiken we wanneer we zijn afgeleid door geluiden. Of gewoon wanneer we graag van een mantra gebruik maken. En net zoals de visualisatie van het beeld, is het geen verplichting. Het mag, maar het hoeft niet. Nou, dit soort dingen die kun je dus in het dagelijks leven oefenen. Sommige mensen vinden het wel fijn om in hun dagelijks leven nu en dan zich een herinnering in te beelden in het midden van zichzelf. Dus een beeld van een lichtje of iets anders. En sommige mensen vinden de mantra zo fijn om te gebruiken, dat ze hem ook gebruiken in hun dagelijks leven. Als ze bijvoorbeeld iets gaan doen wat heel veel aandacht vereist, dan stellen ze zich voor dat er een mantra als het ware meezingt met dat wat ze aan het doen zijn en dat die mantra klinkt vanuit het midden. Er zijn wel monniken en leraren die dat vergelijken met een soort van radiootje dat je in het midden van jezelf plaatst en dat er geluid uitkomt. Maar goed, als dat jou helpt, dan kun je dat ook gebruiken als idee. Wat je ook kunt doen om dit proces van visualisatie en mantra, om het makkelijker te maken, of simpelweg omdat je meditatie in je dagelijks leven meer een plaats wil geven,
is één keer per uur een minuut nemen om te mediteren. Dat is een truc die Lompat Machayo wel eens heeft uitgelegd dat dat een hele goede manier is. In de praktijk is het natuurlijk vrij lastig om elk uur een minuut te mediteren, maar het is meer een principe neem daar wat tijd voor. Neem me nu en dan een moment om even je ogen dicht te doen. Nu zijn er natuurlijk wel heel veel plaatsen en heel veel tijden waarin we niet onze ogen kunnen dicht doen. Als je aan het rijden bent op een snelweg, dan wil je natuurlijk niet met je ogen dicht gaan rijden. Doe dat alsjeblieft niet. Dus dan in dat soort gevallen hoef je dus niet je ogen te sluiten natuurlijk, maar dan is er ook vaak een manier om terug te gaan. En wat natuurlijk geweldig is aan meditatie, is dat eigenlijk altijd, dat je het eigenlijk overal kunt doen. Dus als we in ons dagelijks leven voor een stoplicht staan, hebben we ook mooie meditatietijd. Nou, de rest zal ik jullie nog een andere keer vertellen. Want dat is nu niet heel relevant. Dus dit mooie beeld komen we nog op terug. Zijn hier nog vragen over of opmerkingen?